Welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag. Ik heb een dag met ongeveer 6 of 7 afspraken. Ik geloof 7 of zo. Ik heb er net eentje afgezegd en die ga ik gewoon echt niet redden in de avond. En ik dacht, ik neem jullie vandaag weer mee. Lekker gewoon gezellig op stap in Amsterdam. Ik heb een hele simpele outfit aan, dus niet echt de moeite waard om te laten zien. Gewoon een jeans. Deze is trouwens van Seven for All Mankind. En een t-shirt. Een oud t-shirt van Avalon. En dan ga ik zo de deur uit naar kantoor. Overigens word ik dus helemaal gek van mijn oor. Ik heb dit een tijdje geleden laten piercen en het is helemaal ontstoken. Ik kan het niet laten zien, het ziet er echt niet goed uit van de achterkant ook. Maar ik heb net mijn ringetjes vervangen. Ik had van die hele dikke staven in. En ik word er gewoon zo gek van oorpiercings. Ik wil ook nooit meer nu een oorpiercing. Ik ben er helemaal klaar mee. Het is echt dit dingetje hier. Hier vragen jullie ook vaak naar. Dit is ook van Catbird, net zoals deze die je hier ziet. En dit heeft 1,5 jaar geduurd voordat het aan het genezen was, zeg maar. En deze die heb ik nu 2 maanden geleden laten schieten. Deze en die. Daar zaten 2 staven in en die zijn dus ook nog steeds niet genezen. Dus ik ben echt voorlopig wel genezen van oorpiercings. Ik heb echt zoiets van laat maar. Ik hoef ze gewoon niet meer. I'm done. We zijn aan het eten met de ensemble crew. Wat heb je nu? Ik heb dumplings, maar ik heb nog steeds niks. Jij hebt nog steeds niks. Iedereen heeft al super veel eten van boven mij. En zo. En Yvette. Yvette maakt altijd mooie foto's. En Kelly. En René. René ken ik het allerlangst van iedereen. En daarna Lau en daarna de rest. Goedemorgen. Ik heb gisteren heel slecht gevlogd. Het is nu vrijdag. Ik zei gisteren, oh, ik ga jullie meenemen. En toen vergat ik het bij al mijn afspraken. Omdat die eerste, die was ook best wel persoonlijk uiteindelijk. Dus ik dacht, oh ja, misschien beter om hier niet per se te vloggen. Dus vandaag een nieuwe poging. Want ik ga vandaag weer een hele leuke shoot doen zometeen. Ik heb aan, even deze weg, mijn nieuwe Dries van Notenbroek. I love it. Kijk nou. Ik ben zo blij hiermee. Helene Hulsman zei dat ik hem moest kopen. En ik twijfelde eerst heel erg. Want ik dacht, ja, het is best wel... Ik draag nooit zoveel kleur. Het is best wel heftig. Maar ik ben er zo blij mee. Het is ook echt zulke mooie kleurtjes. En ik heb deze pumps aan van L'Enfant... Oeh, ik val bijna. L'Enfant Terrible. Heb ik hem zo? Ja. Dit zijn wat best wel oudere pumps, maar nog steeds heel erg cool. En een heel oud t-shirt van, of wat is het, blouse van Selected. Ik ga nu op naar de pijp, naar Yoghurt Barn, voor iets heel leuks. En volgens mij mag ik ook al vertellen wat het is. Dus ik laat het jullie zo weten. En vandaag neem ik jullie echt even goed mee. Oké, ik zit heel even buiten, want ik kon me binnen niet concentreren. Maar we gaan dus iets heel leuks doen. Ik ben bij Yoghurt Barn en voor wie dat niet kent, dat is een... eigenlijk, ik weet niet wie mijn New York vlogs heeft gezien, maar ik was daar bij een yoghurttentje. En daar kon je zeg maar yoghurt scheppen en daar kon je allemaal eigen creaties mee maken. En Yoghurt Barn doet dat dus. Daar hebben ze allemaal hele lekkere yoghurts. Ik doe even mijn arm leunen, zodat ik niet te veel tril. Allemaal hele lekkere yoghurts. Van hangop tot mager, tot geitenyoghurt, kokosyoghurt. Echt super lekker. En daar kan je een soort van je eigen creaties van maken. En ik kwam hier echt heel vaak. En ik plaatste dan altijd een foto op mijn Instagram. En toen ben ik een keer koffie gaan drinken met de eigenaar, Wouter. En het klikte echt super goed. En toen hebben we eigenlijk samen bedacht dat het heel leuk zou zijn als ik mijn eigen yoghurt zou krijgen hier. En dat betekent dat ik... Je kan hier dus allemaal soorten creaties maken. Allemaal soorten yoghurtcreaties met bijvoorbeeld kokos of met hangop en aardbeien, whatever. En toen hebben we gezeten en ik heb nu mijn eigen yoghurt bedacht. Dus dat is echt super. Superleuk en het houdt in dat ik eigenlijk deze zomer is er dus in de Yoghurt Barn is er de Ananushin Special is dan te koop. En het is echt zo cool. Ook omdat het gewoon zo'n leuk project is om te doen. En ik doe dit echt vanuit een passie, weet je. Het is niet een commercieel project of zo. Het is gewoon echt voor de leuk omdat ik dit zo lekker vind en ik zelf hier zo vaak kom. En vandaag gaan we dus zeg maar de shoot doen daarvoor. En ik ga jullie even eerst laten zien hoe die yoghurt eruit ziet en hoe die heet en wat er allemaal in zit. Oké, dit is hem. Dit is een preview van mijn
Ananushin yoghurt special. En wat zit er precies in? Het zijn blauwe bessen, granola, dit is huisgemaakt, echt super lekker. Kokos, karamel hier. En dan heb je hier hangop, dit is echt de allerlekkerste hangop die er is. Echt, meen ik serieus, mijn favoriete yoghurt op de hele wereld. En hieronder zit mango. En het is echt zo super lekker. We hebben hem ook helemaal uitgetest en we hebben allemaal combinaties gemaakt. En dit was echt de allerlekkerste. Dat is hem dus. Dat is dus mijn eigen yoghurt special. Ik ben echt super, super excited. Het is zo lekker. En nog een leuke actie is dat hij vanaf maandag 10 augustus is hij verkrijgbaar. In alle yoghurtbarns door heel Nederland. En wij hebben geregeld dat ik op 10 augustus tussen 11 en 2 uur 's middags ga ik in de yoghurtbarn in Amsterdam op de Eerste van Helstraat ga ik zelf yoghurtjes scheppen van 11 tot 2. Dus dat is echt heel erg leuk. En als jullie dan langskomen vind ik het sowieso heel cool om jullie te ontmoeten en op de foto te gaan en gewoon even gezellig te kletsen. En iedereen krijgt dan het tweede yoghurtje ook gratis. Dus dan wordt het echt een super gezellig feestje, heel leuk met z'n allen. En als je mijn Instagram pagina laat zien, dan krijg je dus het tweede yoghurt gratis. Sowieso is dat overigens nog die hele week, geloof ik. Dus dat is echt een actie die we voor jullie hebben gemaakt. En ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik heb gewoon mijn eigen yoghurt special. En we gaan nu de fotoshoot doen binnen. Het is echt best wel druk ook om even het mooi op de foto te krijgen. En ja, ik hoop dat jullie dan 10 augustus zijn. Ik zal het nog even in de beschrijving even goed zetten. Wat de tijden zijn en adres en hoe het allemaal precies werkt. Maar ik hoop dat jullie net zo excited zijn als ik dat ben. Kijk hoe mooi ook. Yes! En wat ik nog even vergeet te melden net, is dat het yoghurtje, kijk hier is hij nog eens binnen, dat hij heel laag zit in calorieën, want we willen dat iedereen gewoon lekker kan genieten zonder dat je je druk hoeft te maken of het slecht voor je is of zo. En ik ben natuurlijk ook altijd heel erg bezig met gezonde voeding en goed eten. En, dus vandaar dus het is heel lekker snacken, zonder schuldgevoel. Hi Yvette! Yvette gaat de foto's maken. We hebben net een shoot gehad en Yvette proeft even. Echt heel lekker. Hij is goed, hè? Karamel. En granola, dat smaakt een beetje naar specerij of zo. Ik weet niet zo goed. Ja, ik weet niet. Speculaas of zo. Speculaas, ja. Het is echt heerlijk. Vanaf 10 augustus. Dit is een kleine preview van wat we net hebben geschoten. Uiteindelijke foto's zien jullie als het af is. Spannend. Nee, is gewoon niet te doen. Ik vertel net dat ik pindakaas erbij wilde, omdat ik zo dol ben op pindakaas. Maar het was niet te doen. Kijk, ik heb nu ook mijn eigen. Dat was echt een no-go. Dat is zo yummy. Zo lekker. Verslaafd. Goedemorgen of goedemiddag. Het is inmiddels al 2 uur of zo. Even kijken hoe laat het is. Half twee. Het is zaterdag en ik heb heerlijk getraind net en ik ben in de sauna geweest en in een stoombad. En het is gay pride in de stad, overal natuurlijk, maar het is zo verschrikkelijk druk en zoveel mensen. En dat vind ik toch altijd moeilijk, kan ik nooit heel erg goed tegen, dan word ik altijd een beetje nerveus. Dus ik ben lekker naar huis gegaan en ik heb boodschapjes gedaan. Ik heb deze week niet super veel gevlogd, maar ik dacht ik laat in ieder geval even zien wat ik qua boodschappen heb gehaald. Ik heb deze watermeloen gehaald, wat echt een hel was om te tillen. En ik weet niet of andere allochtoonse mensen dit ook hebben, of in ieder geval Iraanse mensen. Maar ik heb altijd geleerd dat als je erop tikt, zo... En hoe holler het klinkt, hoe rijper de meloen is. Dat heb ik in ieder geval van mijn moeder geleerd. Klopt dit echt of is dit slechts een fabeltje? Dan heb ik gehaald blauwe bessen. Dit is even mijn portemonnee. Ik kreeg van Hanna, ik train natuurlijk altijd met Hanna, kreeg ik echt een super lekkere pizza doormeel mee. Dus die ga ik nu eten. Echt heel lekker. Dit is met groentes en artisjokken en ook heel gezond. Dat maak ze allemaal zelf. Ik heb kersen gehaald. Heel lekker. Echt heerlijk. Ik heb nog meer blauwe bessen gehaald. Ik zie dat het hier heel vies is. Bah. Ik heb gehaald... Oh ja, dit is ook heel lekker. Bramen, hier zo. Oh, dit is dus, volgens mij is dit chikufte, wat Masha dat het zit te eten. Of ik weet dus niet hoe ik het moet uitspreken. Anyway, maar wat Turkse lekkere dingetjes. Dit is volgens mij een gevulde wijnblad of iets. I'm not sure, vegetarisch iets. Dit zijn bramen.
En verder heb ik nog een kaasstengel. En ik heb hier tomaatjes. Waar zijn dit? Oh. Nou, anyway, tomaatjes. Een Kinder Bueno. En cheese. En een Kinder Surprise. Ik weet niet waarom, maar ik had er zin in. En mijn nagels zien er echt voor het allereerst niet uit. Ik laat ze altijd doen. En ik heb nu voor de eerste keer het niet gedaan en zelf gedaan. En ik kreeg ook heel veel vragen over dit jasje die ik nu aan heb. Dit is een soort van bomberjas. Waar die van is. Dit was een limited edition jas die Alfa ooit heeft gemaakt met Palladium. Palladium en Alfa samen. En Alfa is volgens mij echt dat klassieke bomberjack. Dus deze heb ik best wel vaak aan de laatste tijd. Omdat het gewoon best wel koud is in de zomer. Oh, en nog iets. Wat nu we toch op een soort van house tour zijn. Ik heb deze shampoo ontdekt van Lush Coco. Of nee, Curly Whirly Coconut Shampoo. Serieus de beste shampoo die ik in tijden heb geprobeerd. Dus ik wil echt niet meer een andere. Dit is echt niet gesponsord. Dit is gewoon serieus echt mijn favoriete shampoo geworden. Het heeft van die chunky coconut stukken erin. En mijn haar ruikt al een week lang gewoon naar kokos. Het is echt super lekker. Dus deze is echt heel erg aan te raden als je een shampoo zoekt. En het is heel super saai, maar ik ga denk ik de vlog nu afsluiten. Want ik ga verder vandaag niet super veel bijzondere dingen doen. Ik ga misschien even met Yara nog de stad in. Maar ik dacht, ja, het is wel even lekker zo. En het weekend, ik ben ook alleen namelijk, want Danny is op Ibiza, I don't know. Ik weet niet hoe je het eigenlijk hoort te zeggen. Ibiza. Anywho, hij is daar, dus ik heb het huis helemaal voor mij alleen. Ik ga lekker een beetje opruimen, lekker eten. Ik ga die watermeloen snijden. Dan ga ik gewoon heel chill, gewoon lekker quality time in mijn eentje. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze vlog mee te kijken. Ik hoop jullie natuurlijk te zien op de dag dat mijn Yogurt Barn special uitkomt op 10 augustus. Alle beschrijvingen staan dus hieronder. En je kunt me ook even op Instagram volgen, @ananushin. En daar plaats ik ook gewoon heel vaak updates over wat er gaat gebeuren met de yoghurt en zo. En hoe dat allemaal zit. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En bedankt voor het kijken. En tot volgende week weer. Bye!